De dames zijn er in ieder geval dol op en wij eigenlijk stiekem ook. De BMW 9T. Een ode aan 90 jaar boxer. En dat zie je in alles. Het heeft een luchtgekoelde blok, een gewone voorvork in plaats van een hippe telerlever. En kijk eens vaak nieuws. We hebben hem de afgelopen jaren al heel vaak voorbij zien komen. De elektrische scooter van BMW. Maar dit jaar komt hij echt. Dit is de S1000R. De uberpotente naked van BMW. Het is eigenlijk de S1000RR, maar dan zonder polyesterwerk. Iets teruggetuned, maar nog steeds 160 pk, 200 kilo. Ja, iets om voor Aprilia Tuono zich zorgen om te maken. Kawasaki pakt ouderwets agressief en gifgroen uit met de nieuwe Z1000. Kijk maar naar het neusje, dat zegt eigenlijk alles. Agressie, op en top. De machine komt wel op pk iets te kort ten opzichte van Europese nakeds. Deze heeft 142, maar dat moet nog meer voldoende zijn voor een prettig ritje. Komt misschien als een verrassing voor sommige Kawasaki fans, maar de groenen hebben ook een eigen scooter. Daarvoor zijn ze een samenwerkingsverband aangegaan met Kymco. Dat levert een 300cc scooter op. Ja, en dat moet dan een oplossing zijn voor de urban mobility. Dat is een heel hip woord natuurlijk, maar ook Kawasaki heeft nu een oplossing.